Zo, Rick. Dit is niet je eerste podcast, toch? Nee. Oké. Dus je bent het wel gewend inmiddels. Nou, ik ben ook... Dus ik weet niet hoe je normaal... Trap je hem gewoon zo af? Ja, ik begin gewoon te lullen. Oké. Ik heb mijn boek niet alleen gemaakt. Ik heb een team om me heen verzameld van mensen die me erbij heeft geholpen. En een van de mensen is Rut Bergmans. En zij is verantwoordelijk voor, was nog steeds voor PR en promotie. En zij zei op dat punt van, ik heb een bedrijfje samen met Anna Drijver. Waarin we schrijvers coachen om te gaan met media. Dus ik heb met hun heb ik eigenlijk gewoon een soort training gedaan hoe je in een interview zoals dit, maar vooral met mensen die voor een krant schrijven, maar ook voor radio en tv, hoe je dat moet doen. Dus dat heeft me heel erg geholpen, want het is heel vaak je wordt gewoon ingegooid en dan moet je het een paar keer doen en dan wordt het beter. Maar zij hebben me gewoon wel een aantal dingen meegegeven die me hebben geholpen in het in dat proces. Dus als jij vraagt van is het je eerste keer? Nee, maar dat is niet het enige wat me heeft geholpen. Het is eigenlijk vooral dat is ook een beetje een van mijn belangrijkste gedachten, dat je goede mensen om je heen moet verzamelen die goed zijn. Dat je daar ook goed geld voor over moet hebben. En dat ze je dan dingen kunnen leren waar je zelf veel langer over had gedaan. Cool. Nou, in lijn met die gedachten, je boek. Ik ben echt groot fan, serieus. Ik heb hem nogmaals gelezen. Ik moet eerlijk toegeven, ik las hem op familieweekend. Okay. Op een zondag met al mijn neefjes en zo spelen. Dus ik had niet 100% focus. En toen las ik hem door. En toen was mijn eerste gedachte, ja, het is een beetje hetzelfde als Getting Things Done. Alleen dan in het Nederlands. Nou, dat is op zich, als ik hem nog niet helemaal gelezen, best wel een arrogante gedachte. Dus die weken erop had ik wat momenten dat ik dacht, ja, volgens mij kan ik nog wel een slag maken. Maar elke keer als ik Getting Things Done erbij pak, dan had ik gelijk zoiets van, jezus, het is echt een groot boek en je moet gelijk alles weer lezen om het te begrijpen. Toen dacht ik, nou, weet je wat, ik ga hem gewoon nog een keer lezen. En toen werd ik enthousiast om twee redenen. Allereerst omdat hij gewoon simpeler is. Dus hij is wat sneller toepasbaar en eenvoudiger. En het tweede is dat je niet alleen hebt over agenda's, taken en al die dingen die daarbij komen kijken. Dus je dagelijkse productiviteitssysteem. Maar ook over, op een wat meer macro niveau, wie ben je nou, wat vind je leuk, wat is je missie. En ik mis in heel veel van die productiviteitsboeken, mis ik die component met ook nadenken over wie je nou bent, waar je goed in bent. En dat wordt in het boek, wordt dat erg goed weergegeven. Dus ik heb nogmaals plezier gehad om hem te lezen. Dankjewel. Ik heb voor de luisteraars een exemplaar gekocht. Dus degene die deze podcast aan het luisteren, hij komt op maandag online om 9 uur. Degene die me als eerste op Instagram een berichtje stuurt met ik heb je podcast geluisterd, die stuur ik een exemplaar van het boek Grip van Rick naar je toe. Leuk. Wat is de belofte van je boek? Nou, de belofte is eigenlijk wat je net omschrijft. Het is, ik merk dat, en ik merk het steeds meer in het proces van het schrijven ook, en eigenlijk ook nog daarvoor, is dat mensen worstelen met hoe werk ik nou? Hoe werkt werken nou eigenlijk? En dat is helemaal natuurlijk voor ons in onze leeftijdscategorie. Dus jonge mensen die net van hun schoolstudie komen en dan ga je aan de slag, heb je heel veel energie, je wil graag allerlei dingen doen en voor elkaar krijgen. Ja. Maar hoe doe je dat nou? Dat word je niet echt geleerd. Zo begin ik het boek ook. Het is ons nooit echt geleerd hoe we moeten werken. En ik merkte dat steeds meer mensen mij begonnen te vragen van, hé, maar gast, het lijkt erop dat je de boel een beetje voor elkaar hebt. Hoe doe je dat? Wat lees je dan? Hoe kom je daarbij? En dan had ik, eigenlijk altijd een stapel met boeken die ik ze aanraden. Van oké, dan moet je inderdaad Getting Things Done lezen. Je moet Stephen Covey lezen. The One Thing, geloof ik. Maar je moet ook Start With Why moet je lezen. Nou, je hebt gewoon zo'n standaard werk, eigenlijk een lijstje met boeken. Waarvan ik denk, nou, dat zijn goede boeken om te lezen. En ik denk, als je die leest, dan krijg je een soort van gevoel bij hoe je eigen systeem vorm geeft. Ja. En productiefoutje. Productiefoutje. Notificaties uitzetten, hè? Ja. Oh. Hoe kan het nou? Dat is erg. Ook echt in deze. Ja. Oké, ik hoop dat hij uit is nou. Oké, sorry. No worries. Mensen begonnen me dat te vragen. Van hoe
richt ik nou mijn eigen systeem in en mijn werk en mijn werk in. Raad ik ze die boeken aan. Niemand gaat natuurlijk al die boeken lezen. Want nou ja, je begint erin. Ik denk dat jij bent bovenmatig geïnteresseerd. Dus je leest die dingen wel. Maar de meeste mensen die denken, ja, ik lees dat en nou, het kost me heel veel tijd. Ja. Ik heb überhaupt al geen tijd. Ik zit tot hier in het werk, dus ik heb helemaal geen tijd om al die boeken te lezen. Ja, en is het ook nog eens zo dat merk ik nog steeds, als je het één keer toe hebt gepast, dat is maar een eerste poging, want dan begint het echte, want dan ga je kijken wat er wel werkt, wat er niet werkt, dus je moet het ook een aantal keer... Ja, je moet dat verfijnen en je moet het een beetje in de vingers krijgen. Ja. Eigenlijk is het niet anders dan elke andere skill, elke andere vaardigheid. Ik bedoel, als je begint met hardlopen, dan gaat het ook niet gelijk goed. Dat kost tijd. Ja. En zo geldt wat mij betreft voor werken ook. En toen zeiden steeds meer mensen tegen mij van misschien kun je dat zelf eens uitleggen hoe je dat dan doet. Daar is eigenlijk dit boek uitgerold en mijn missie is... om mensen te helpen om slimmer te werken en om betere keuzes te maken. Want ik denk dat het daar uiteindelijk op neerkomt. Dus keuzes maken in je tijd. Ja. En zo is dit boek er gekomen. En dit is ook waarom ik zo'n belangrijk thema vind. Omdat ik zie om me heen dat mensen hun kostbare tijd besteden aan dingen die eigenlijk helemaal niet zo belangrijk zijn. Zonder dat met intentie te doen. Het gaat me echt niet om dat je altijd productief moet zijn. Of dat je altijd dat je het onderste uit de kan moet halen. Ik zal de laatste zijn die tegen je zegt dat je minder moet doen. Maar het gaat me wel om dat ik erin geloof dat met een klein beetje meer intentie. Een klein beetje meer nadenken over hoe wil ik nou eigenlijk mijn werkweek invullen. Maar ook hoe wil ik mijn avond en mijn weekenden invullen. Dat je blijer bent. Dat je... meer het gevoel heb van controle en rust vooral. Ja. En je onderscheidt drie verschillende niveaus in je boek, toch? Grip op je week. Grip je week, grip je jaar en grip je leven. En het is heel bewust, want inderdaad wat je net schetste, ik zie wel een beetje twee verschillende soorten boeken. Je hebt het type verhalen en boeken die gewoon heel concreet zijn. Die stoppen dan eigenlijk ook daar. Want dit is concreet, dit kun je doen vandaag dan. En dan heb je een categorie die heel erg begint bij wollig. Wat wil je nou? Weet je, waar gaat het om? Wat draait het om? Grote vragen. En ik dacht, oké, wat mij betreft is het zo dat die twee heel erg aan elkaar verbonden zijn. Maar dat de volgorde wel degelijk is, eerst je werkweek op orde. Want je kunt niet nadenken over die grote vragen. Waarom is die? Omdat je niet kunt nadenken over die grote vragen? Je kunt niet nadenken over, noem maar even wat, die wereldreis. Als je gewoon verzuipt in je mailbox. Okay. Ik bedoel, je kunt het voor een bepaald deel, misschien kun je het uitblokken en gewoon negeren. Maar dan sta je, als je gewoon een baan hebt, sta je ook binnen de kortste keer op straat. Dus, ja. Weet je, gelijk aan heel radicaal. 2 maanden op vakantie gaan en denken, fuck it. Maar dat strategisch gezien is dat niet echt heel... Niet zo handig. Nee, niet zo handig. Dus ik geloof heel erg in dat je moet beginnen bij controle over je week. En als je dan van daaruit heel makkelijk kunt uitbouwen. En het fijne is ook dat je dan die grote vragen nog niet hoeft te raken. Dus je hoeft nog niet zo bezig te zijn met waarom ben ik hier op aarde. Als je gewoon denkt, oké, laat ik eerst eens zorgen dat ik die vragen van mijn collega's gewoon goed kan verwerken. En dat ik niet elke avond nog zit te mailen en in het weekend. En dat ik... dat ik mijn week inricht zodat ik er zelf happy mee ben, gelukkig van word. En ik denk ook dat zijn misschien dingen die wat makkelijker te veranderen zijn dan misschien wel nadenken over de hele grote dingen van wereldreis, of dat je misschien moet veranderen van een baan. Ja. Dat momentum van die agenda dingetjes oplossen. Precies, en dat is het lekkere ook daaraan dat ik heb geprobeerd om in het boek gewoon op elke eerste pagina van het hoofdstuk eigenlijk de kern al weg te geven. Ik bedoel, het gaat me niet per se om... De meeste boeken worden niet eens uitgelezen. Dus ik dacht, oké, daar kun je boos om zijn. Je kunt ook gewoon zeggen, richt het dan zo in dat je de waarde er zo snel mogelijk uit had, dat je door kan met je leven. Dus op de eerste pagina staat eigenlijk al de kern, wat ik wil overbrengen. En daar kun je al mee aan de slag. Nou, als je dieper wil, dan kun je doorgaan. Dan kun je doorlezen. Ja. Ken je het boek Grit van Angela Duckworth? Ja. Ja, die heb ik laatst gelezen. En daarvoor had ik ook wel gelezen over dat de combinatie van een hoger doel kiezen en dat linken aan zeg maar je dagelijkse acties. Maar in dat boek staat dat heel duidelijk. En daarom vind ik dat ook nice. En daar gaan we het straks nog wel over hebben. Dat
als je de dagelijkse kleine taakjes linkt aan je hogere missie of je doel, dan krijgen ze betekenis en worden ze in één keer veel minder kut om precies, te doen. Precies. Als je je fucking boekhouding moet doen, er is echt niks aan. Maar als je weet dat het voor een, nou ja, goed. Ja, nou, en dit is ook wat James Clear zegt natuurlijk ook, hè, van Atomic Habits. Ja. Die zegt ook van, nou weet je, het gaat niet per se om doelen, maar het gaat om proces. Daar verschillen we een beetje over van mening, want ik geloof dat die combinatie heel erg krachtig is. Maar hij omschrijft dat ook. Het gaat om de gewoontes die je inbouwt. En die gewoontes zijn dan weer direct terug te linken aan, oké, hoe ziet je dag er dan uit, hoe ziet je week eruit? Want die gewoontes die herhalen zich. Ja. En daarmee kun je echt bouwen aan hoe je werkt en hoe je bent en hoe je met hoeveel rust en plezier je dat dan vervolgens voor elkaar krijgt. Ik ben er heel groot voorstander van. Ja, nice. Waarom willen wij als mensen altijd alles doen? Waarom heeft iedereen het altijd druk en is er meer te doen dan dat we tijd hebben? Ja, dat is een goede vraag. Kijk, ik denk dat we als mensen de drive hebben om vooruit te gaan. Dat is altijd een soort van voorwaarde. We willen dat dingen altijd beter worden. En dat is niet alleen omdat we... Nou, je zou natuurlijk heel plat kunnen slaan dat je uiteindelijk moet overleven. Je zou kunnen zeggen dat we dat inmiddels wel een beetje voor elkaar hebben. Maar ik denk wel dat daar een soort van... Daar zit iets. Dus het heeft iets te maken, denk ik, met... We willen die basisveiligheid willen we hebben. En dan gaan we het ook een stapje hoger. En uiteindelijk gaat het over, kun je jezelf ontplooien? Kun je jezelf laten zien zoals je bent? We willen graag in het middelpunt van belangstelling staan. Ja. Dat heel veel dingen daarna te herleiden zijn. En allemaal impact, wel als millennial. Ja, en dat is ook een millennial ding. Hè? Dus we willen heel graag... Ik heb het er ook wel eens op dat het eigenlijk een vreselijke luxe is... dat we ons over druk mogen maken over impact. Ja. 65 jaar geleden, of wat is nu 75 jaar geleden... waren onze grootouders gewoon Hitler aan het bevechten. Dat was impact, waar hadden ze het over? Ja, dat is geen vraag. Nee. Nee. En dat is, dus je zou kunnen zeggen, van is het een soort van... een soort van substitute voor iets heel groots. Ja, dus hebben we niet zo'n grote missie, dus gaan we maar ons richten op ons eigen geluk. Ja. En ik heb het daar ook al een beetje over aan het eind van het boek. Dat ik wel merk dat we daardoor soms de grote discussie, op de grote problemen op de wereld, dat we die een beetje uit het oog verliezen. Dat we ons niet... dat we niet goed genoeg in de gaten hebben van waar je als je wil echt aan kan bijdragen aan de grote issues. Er is een project, dat heet 80.000 Hours. Ik weet niet of je dat project kent, maar nee. Het is heel erg cool. Wat zij namelijk doen is, ze hebben een overzicht van dit zijn de grootste problemen op de aarde. En dit zijn de stappen die je kan zetten om daaraan bij te dragen. Okay. Het helpt heel erg om dat met een 80.000 uur perspectief te bekijken. Omdat je dus minder bezig bent met als millennial of als jong persoon. Ik moet nu aan iets beginnen. En over 3 weken moet het een groot succes zijn. Weet je wel, anders stop ik er weer mee. En dat is uiteindelijk toch een beetje geneigd om te doen. Weet je wel, dat je aan iets begint en dat je denkt, het moet nu ook slagen. En nu ook, die impact moet ook nu. In plaats van dat je weet gewoon dat je nog, in ons geval, dat je 50 jaar nog aan het werk bent. Ja. Als het even mee is, dat je gewoon 50 jaar aan dingen kan werken. Ja. Dan moet je je voorstellen wat je voor elkaar kan krijgen als je die 50 jaar op één groot ding richt. Ja. Dat is echt vet. En ik denk dat... dus de discussie over waarom moet het altijd vooruit gaan... Nou, daar kun je het heel lang over hebben. Maar eigenlijk denk ik eerder, we weten dat het een ding is. En zet die energie dan in voor iets waar je... dat is gewoon lange termijn. Ja. Beetje een investeren mindset. Dat de dingen die je nu zou investeren, dat die met een compounded interest... dat die over heel veel jaren heel veel waar zijn. Ja. Volgens een van je doelen toch ook? Dat je je verantwoordelijkheid wil nemen op het gebied van... Ik vind dat heel belangrijk. En ik merk ook dat bijvoorbeeld... een ding waar ik nu heel erg aan bezig ben... wat voor mij nu een actueel thema is... dat is dat ik denk, heel veel jonge mensen willen niet voor de overheid werken. Terwijl, als je echt impact wil hebben op de maatschappij, dan zou je zeggen, nou weet je, dat is wel eigenlijk de plek. Dit is een onderwerp waar heel veel mensen een beetje bedenkelijk bij gaan kijken als ik daarover begin. Want ik werk zelf ook niet voor een overheidsinstelling. Maar ik denk wel dat, dit is wel een ding wat steeds door mijn hoofd speelt. Van, er zijn zoveel maatschappelijke problemen die daar opgelost zouden kunnen worden.
En ik wil heel, en ik ben nu aan het onderzoeken van, hey, maar wat, op wat voor manier zou ik daar dan een bijdrage aan kunnen leveren. Hmm. En ik denk dat fundamenteel zo is dat ik hoop dat we iets kunnen bedenken waardoor jonge mensen het leuk vinden om bij de overheid aan de slag te gaan. Ja, dat is ook het eerste wat in mijn gedachten opkwam. Ik denk dat je daar inderdaad het meeste invloed hebt, maar daar hebben ze geen mooie koffiezetapparaten en van die hele hipster. Nee, maar ik ken een aantal mensen die bij de overheid werken en dus over het algemeen niet het meeste vooruitstrevende organisatie. Terwijl vroeger, dat is het grappige dus, vroeger was dat wel zo. Dus vroeger was de overheid de plek waar je de beste regelingen had als het gaat over vaderschapsverlof of gewoon al dat soort dingen waren gewoon de beste geregeld bij de overheid. Ja. En dat is nu niet meer zo. En dat is interessant, want dit is een punt wat niet direct effect heeft, maar wat over meerdere jaren heen wel degelijk een effect heeft. Ja. Want je ziet dat alle kennis en kunde gaat zitten in start-ups en andere hyperbedrijven. Ja. En niet daar. Wat ook op zich niet erg hoeft te zijn als de overheid de invloed van de overheid afneemt en op een gegeven moment grote organisaties meer invloed gaan krijgen, dan is dat op zich niet heel erg. Ja, dat is waar. Weinig met je boek te maken, maar het is wel een hele interessante discussie. Maar het is wel waar. Ik denk dat het een goed punt is. Alleen tegelijk denk ik toch ook dat er heel veel dingen zijn, heel veel voorzieningen zijn die er gewoon vanuit de overheid geregeld worden en ook altijd geregeld zullen blijven worden. Ja. Ik sprak met Gijs van Dijk van de PvdA bijvoorbeeld. En die zei, weet je wel, als we kunnen niets aanpassen in de manier waarop het belastingstelsel werkt. Want die software zit er eigenlijk voor een groot deel op slot. Daar kunnen we gewoon niks aan doen. En weet je, als je dan over na gaat denken, best wel shocking. Dus het probleem is niet wetgeving, het probleem is niet politiek, het probleem is software. Dan denk ik, oké, dat is heel gek. Want daar hoort het probleem in ieder geval niet te zitten. Nee. Dus nou, goed, dit is vind ik een fascinerend onderwerp om over na te denken van wat zijn nou. Ik denk als je echt impact we hebben op heel veel mensenlevens, echte impact. Dus niet een van de nieuwe, een van de nieuwe softwarepakketje. Dan zou dat best wel eens daar kunnen zijn. Ja. Sowieso een interessante gedachte. Dan ben ik terug naar je boek. Dat die kleine stapjes, die kleine veranderingen, juist over een hele lange tijd. En dat is eigenlijk ook wel wat je in het boek zegt natuurlijk. Dat die hele, dat je gewoon hele kleine dingen kan doen. Maar dat je op een gegeven moment de ruimte hebt om de grotere dingen te gaan doen. Ja. En je hebt het op een gegeven moment over, en volgens mij staat dat ook in Getting Things Done, dat je een tweede brein zou moeten hebben. En je hebt dan op een gegeven moment een figuur in je boek waarin je visueel weergeeft hoe stress kan ontstaan doordat er dingen in je hoofd zitten en je ze niet weg kan. Ja. Kun je daar iets meer over vertellen en kun je ook vertellen wat een tweede brein dan is? Ja, nou ja, dit is een idee net rechtstreeks vanuit David Allen en Getting Things Done, waarbij hij ook heel duidelijk zegt, je hoofd is niet om dingen in op te slaan. Want zodra er dingen in je hoofd zitten, dan zijn dat open loops. En die open loops die zorgen voor stress. Dus elke onaffe gedachte in je hoofd, die blijft daar zweven. En wat onze hersenen doen, is zolang ze niet van overtuigd zijn dat die gedachte of dat die taak of dat wat je nog moet doen in een systeem staat waarbij je hersenen ook kunnen vertrouwen dat het weer terugkomt, dan gaan ze je er voortdurend, maar op het moment dat je het niet wil, gaan ze je daaraan herinneren. Elke keer als je even niets te doen hebt, dan krijg je zo van, je moet nog kattenvoer halen. En, zo irritant. Zo irritant. En de enige manier om dat op te lossen is dus een extern systeem inrichten waardoor je er 100% op kan vertrouwen dat het daar blijft staan en dat je daar naartoe komt. Nee, want op een bepaald punt, als je hersenen dan, je kunt het wel ergens neerzetten en als je er dan vervolgens nooit meer naar kijkt, gaan op een bepaald punt gaan die radertjes alweer draaien. Van oké, wacht even, we hadden iets ergens in opgeslagen, maar er gebeurt niks meer mee. Help, we moeten er nog iets aan doen. Ja. En voor mij is dat inderdaad, dat externe systeem, fundamenteel om enige vorm van sanity te houden met alle verschillende projecten en dingen die er op ons afkomen. En ik gek genoeg hebben heel veel mensen dat dus niet. Dus mensen zeggen tegen mij, ik kan het toch gewoon overwaren of ik kan het toch gewoon onthouden. Zoveel is het toch niet. En als je dan volgens gaat vragen, schrijf gewoon eens alles op wat je in je hoofd hebt. Ja. Wat je nog, begin gewoon met schrijven wat je nog moet doen. En loop eens een rondje door je huis met alle dingen die je ziet waar je eigenlijk nog iets mee moet. Scroll eens even door je mailbox, kijk eens even op je bureau. Nou, weet je, als je dat gaat doen, dan zie je gewoon eigenlijk
er is gewoon niemand eigenlijk die dan zegt, nou weet je, er is niets waar ik nog iets mee moet. En dan komen er ineens allemaal dingen en dan zeg ik, oh ja, ik moet eigenlijk ook nog X, oh ja, ik moet eigenlijk ook nog zus. En ik zou eigenlijk ook heel graag, nou en al die gedachten, ik merk gewoon dat het enorm veel rust geeft. Ja. Ik heb gewoon echt minder issues, doordat ik gewoon shit in het systeem heb staan. Ik had vroeger dat ik heel vaak mijn belastingdiensten laat deed, toen ik nog naar een bedrijf had en allemaal dat soort dingen waarvan ik, als het dan gebeurt, dan sla ik mezelf echt van mijn kop. En dan moet je weer een boete van €50 betalen. En ik, het is zo niet nodig. Nee. Het is echt zo niet nodig. Zo'n mailtje dat je niet stuurt, waardoor er een conflict ontstaat. Het heeft gewoon minder issues. Naast dat het rust geeft, heb je gewoon minder shit de hele dag. Ja, ja. Dat is een ding. En wat wel een probleem voor mij was, met ook wel een beetje met Getting Things Done, maar met een takenlijst, dat heel veel mensen dan vragen, oké, het inrichten ervan is eigenlijk geen probleem. Die spullen erin zetten is ook eigenlijk geen probleem. Het probleem is het vervolgens dat ding gebruiken. Yep. En dat is het probleem. En dat is wel het element wat ik echt toevoeg. Wat nieuw is, wat ik nog niet eerder ergens tegenkwam, is die 3-trapsraket. Waarbij ik dus zeg, oké, begin altijd bij je agenda. Doe wat daarin staat. Daar heb ik nog niet echt over gehad. Maar mijn agenda is eigenlijk veel belangrijker dan die takenlijst. Want in die agenda staat niet alleen mijn afspraken zoals dat ik nu hier ben. Maar ook, oké, mijn reistijd en wat ik allemaal vanochtend aan activiteit heb gedaan, staan er allemaal in. Ik heb gewoon blokjes tijd gereserveerd voor mijn werk. Ja, ik vond het een beetje handelen naar de realiteit. Je kan wel daarin zeggen dat je van 4 tot 5 een podcast hebt, maar de realiteit leert dat je misschien wel voor moet bereiden. Dat je er nog heen moet en heel veel mensen, ook ik nog steeds wel, blokken een hele agenda van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat. Met het resultaat dat je aan het eind van de avond aan de helft niet toegekomen bent en denkt, fuck. Ja. Nou, en dat is een ding, maar het fijne is daar weer aan dat die agenda eindig is. Dus die agenda die is niet, het is niet zo oneindig als je takenlijst, waardoor je bij je takenlijst heel makkelijk allemaal dingen erbij op kunt halen. En jezelf eigenlijk een beetje voor de gek houdt. Dus oké, ik ga vandaag deze 100 dingen doen. Nou, gaat je niet lukken. Maar er is niets wat je tegenhoudt. En bij je agenda is dat wel zo. Dus als je realistische tijdsblokken inplant, dan weet je gewoon, het gaat gewoon, weet je wat, ik ga het gewoon dit proberen. Kijken of dat lukt. En als het niet lukt, dan weet je, oké, ik heb blijkbaar meer tijd nodig gehad. En dan heb je ook gelijk een soort van reflectie in je tijd. Maar goed, dat over je agenda. Maar daar begint die 3-trapsraket. De tweede ding is niet e-mail, wat heel veel mensen doen. Het eerste ding is ook niet e-mail. Maar je begint bij je agenda. Dan pak je de takenlijst erbij en zeg je, oké, wat staat er voor vandaag op die lijst? Pas dan kijk je naar je mail. En ik merk dat mensen blijven me dan vragen, maar wanneer kijk ik dan naar die takenlijst? En zeg ik, denk nog even aan die 3-trapsraket. Elke keer als je niet iets doet wat in je agenda staat, pak dan eerst die takenlijst erbij. Dat is gewoon heel simpel, want je hoeft niet meer na te denken over wat ik nu ga doen. Ik hoef gewoon alleen maar te denken, ik doe niks wat in mijn agenda staat. Takenlijst, vandaag, leeg, top, nu kan ik. Ja. Nou, het is een heel simpel dingetje. Maar het is echt essentieel, want ik heb ook al 26 keer zo'n systeem ingericht en dan, nou, nu gaat het goed, maar 25 keer, dat doe je net. En dan ga je overal labels bij doen. Want de context van, je moet dit thuis doen. En op een gegeven moment doe je dat niet meer. En dan staat er weer een hele lijst. We hebben geen idee wat er allemaal moet gebeuren. En er is hier zelfs een soort, dus bijna een soort wet. Hè, dus dat als je het feit of een systeem wel of niet blijft hangen, is omgekeerd evenredig aan de complexiteit. Hoe eenvoudiger het is, hoe groter de kans dat het blijft hangen. En dit is elke keer een ding dat ik denk, oké, heel veel mensen hebben de neiging om te denken, dit werkt niet voor mij, laat ik het nog iets ingewikkelder maken en het nog een keer proberen. Ja, dat is eigenlijk heel, ik snap dat wel, want dat voelt wel slim. Dan kun je beter zeggen, wat komt er afhalen? Ja. Dus dan zeg ik eerder tegen mensen, vergeet die labels, vergeet die mappen, vergeet die projecten, maak gewoon één lijst, knal alles erin, begin daar alsjeblieft. En nog geen indeling, nog geen, weet je wel. En dan is het ineens, dit werkt wel voor mij, cool. Prima, dan doe dat dan alsjeblieft. Weet je, begin zo klein mogelijk. Ja. En dan kun je het uitbouwen. Ja. In plaats van andersom. Ja, ik had het ook weer. Ik heb het zondag weer opnieuw bijgewerkt. Had ik ook weer 20 projectlijsten. Ja, dat is gewoon niet handig. Het raakt kwijt en daardoor denken mensen er dus. Ja. Heb je er al geen zin in? Heb je er al geen zin staat? In? Nee. Ja. En dan ga je de boot in. Ja. Doe je ook de leuke dingen, zeg maar de niet afspraken, maar echt dingen met je kinderen of met vrienden dingen doen, doe je die ook in je agenda zetten? Maak je die ook heilig? Ja, het is van interessante. Het is echt niet van minuut tot minuut. Ik kom thuis, ik ga nu een half uur met mijn dochter, weet je wel, iets met de Duplo spelen. Dat zet ik er niet in. Maar met vrienden doe ik dat wel. Met alles wat we met het gezin doen, doe ik dat ook. Want ik weet gewoon,
Je kunt daar een beetje lachen over doen. Waarom zet je dat in je agenda? Ik weet gewoon, als ik het niet doe, ja, dan is het zo makkelijk dat dat niet, weet je, dat gaat gewoon niet gebeuren. Ja. En dat ik kwam het niet terug in je agenda of in je boek. Dat stond, zag ik het niet staan. Dacht ik, zal je dat dan ook doen? Want het is ook mijn neiging, als ik er niks heb instaan, namelijk een date night met mijn vriendin, dan ga ik een boek zitten lezen. Ja, niet omdat ik het niet leuk vind, maar omdat ik dan gewoon denk, ik wil dit nog doen, de zus nog doen. En dan, super belangrijk. En ken je Jordan Peterson toevallig? Nee. Hij is een Canadese hoogleraar, die heeft een boek geschreven. En ik luister veel podcasts van hem. En een van die podcasts zegt hij, veel mensen die zijn een soort tyrant of tiran van hun eigen agenda. Dus die maken gewoon een hele planning van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat. Hij zegt, dat is niet het doel van de agenda. Het doel van de agenda is om een dag te hebben die je leuk vindt om te hebben. Mm. Dus de dingen die je gewoon moet doen, naar je werk gaan, en al de vuilnis buiten zetten en de vaatwasmachine inruimen, is allemaal hartstikke belangrijk. Maar ook gewoon de dingen die je leuk vindt om te doen. Yeah. Want dat maakt het namelijk leuk om die dag te hebben. Yeah. Anders hou ik maar 3 dagen vol, dan stop je weer met die hele agenda. Ja, yeah. Yeah. Dat is een heel goed punt. En ik denk dat dit is voor mij is dit het achter het stuur zitten van je tijd. Dus het gaat over... inderdaad over intentie en hoe wil je je tijd invullen. En voor de een is dat heel erg gewoon werk. Maar ik wil daar eigenlijk niet een oordeel over vellen hoe mensen dat doen. En voor de ander is het juist nodig dat daar veel meer ruimte en lucht in zit en veel meer leuke dingen. Ja. Mijn punt is niet zozeer dit is de waarheid, zo moet het. Maar inderdaad wel dat we leven nu eenmaal in een tijd waar mensen heel vaak een beroep doen op je tijd, zowel werk als privé. En dat als je niet zelf hebt nagedacht over wat je wil, dat je dan moet bedenken dat iemand anders dat dan wel doet. Ja. Dus of jij het nou bent of je vriendin, weet je wel. Dus dat is een ding. Voor mij werkt dat dus gewoon heel goed. Maar nogmaals, kijk, ik weet dat er mensen zijn die zeggen, joh, je moet echt niet beginnen over mijn weekend en mijn vrije tijd. Fine. Ja. Dat is ook niet het doel. Nee. Het doel is dat je inderdaad, wat je zegt, blij bent met je dag, met je week en met je leven. En kies een methode alsjeblieft die daar al bij past. Ja. En voor mij werkt dat dan ook heel goed om dat ook in mijn weekend en in mijn avond te doen. Ja. Ik wil dat aan het eind vragen, maar ik vraag het nu omdat er nu een haakje is. Hoe zeg jij nee tegen dingen? Ja, nou, dat heeft voor mij echt te maken met mijn doelstellingen. En het is ook een ding waarbij uiteindelijk is mijn agenda de beste manier om nee te zeggen. Dus ik onderscheid een beetje verschillende ook categorieën, nee zeggen op weekniveau. Ja, dus dat zijn de vragen van collega's, van Alexander of van teamwerk. Ja. Kun jij X, Y, Z voor mij doen? Daarbij is mijn agenda van levensbelang, want daar kan ik gewoon laten zien, kijk, dit is mijn werkweek, jongens. In het geval van mijn teamgenoten, dan is het gewoon, kijk er maar naar en je ziet dat het vol is. Dus... En als het gaat over bijvoorbeeld Alexander of iemand anders die eigenlijk ook wel invloed heeft op mijn tijd, dan is het meer zo van, hey, kijk naar wat er staat. Als je dit wil, dan moet er iets anders uit. Dus kies maar. Dan is het en dat is echt niet zo van, ga deze achterover. Deze gebruik ik ook. Ja, maar ga maar gewoon achterover zitten en zeggen, kies maar. Ja. Maar het is wel dat je samen in overleg kan gaan over hoe je tijd invult. Ja. En ik merk dat, er zijn ook jongens bij ons die dat nu dan bij mij doen, wat heel irritant is. Maar het wel klopt. Fair enough, en dan zeg ik, joh, ik wil heel graag dit en dit graag hebben deze week als dat even kan. En dan zeggen ze, ja, dat is goed, maar... ik had ook nog deze 3 andere vragen, Rick. Dus kies maar wat je wil. En dan denk ik, ja, ik wil ze eigenlijk allemaal. Kan niet. Ja. Dus dan moet je kiezen. En dat is voor hun heel fijn. Want en voor mij ook, als ik zo'n gesprek voer. Want je hebt het over de inhoud. Je kunt echt een keuze maken. In plaats van dat je zegt, nou prop het maar en kijk maar of het gebeurt. Ja, maar dat kan niet. Besef dat het niet kan. Ik in heel veel gevallen in mijn leven maak die keuze dan gewoon niet. Zeg, nou ja, het kan allemaal wel. Dus dan word je heel, maak je die illusie dat dat in één keer kan. Waardoor je in één keer nog veel te laat of afgeraffeld of precies, niet. Precies. Maar dat is ook, ergens is, moet je daar ook realistisch of moedig wil ik niet zeggen. Maar je moet wel gewoon ook durven zeggen van oké, dan wordt dus niet alles gedaan. Maar welke dingen gaan we wel heel goed doen. Precies, precies. Ja. En het is gewoon, ja, dat is een heel fijn, dus dat is het nee zeggen op weekniveau. En als het gaat over iets langer termijn. Daar heb ik het in het boek niet echt over, maar wat me wel echt heel erg helpt is als het gaat over activiteiten van bijvoorbeeld over 2, 3, 4 weken of over maanden, dat er dan zo'n vraag is van, hey, zou je dit, als het morgen zou zijn, zou je het dan ook doen? Ja, zo. Het is een beetje een dooddoener, maar het helpt wel. Want als het gaat over, wil je op een bepaald event spreken of wil je
Wil je ergens aan meedoen of wil je me hierbij helpen? Of zou je je in willen zetten voor deze, I don't know, dit goede doel of zo? Dan ben ik wel geneigd om als het over de lange termijn is. Dan denk ik, ja, komt dan wel. Ja, want in de toekomst voelt het minder groot. Hè? Dat is altijd zo raar. Ik, ja, voor de, en dan komt het en dan denk ik, waarom heb ik überhaupt ja gezegd? Ik heb nog nooit gedaan van als ik het morgen zou doen, zou ik het dan ook doen. Maar dat ga ik vanaf nu... Dat is een hele fijne, want dat maakt gewoon dat ik dan bij heel veel dingen toch denk, daar zou ik niet echt zin in hebben. Want dan moet het voorbereiden. Het past niet echt in wat ik wil. Nou, en dan moet je dus wel weten wat je wel wil. En daar komt eigenlijk het volgende component. En dat zijn toch, hè, het gaat over dat grippertje op je jaar. Voor mij werkt het heel goed om wel een beetje van doelen te hebben. En een beetje te weten, wat is mijn missie? Waar word ik blij van? Wat kan ik goed? Zodat ik het een klein beetje in kan passen in waar ik naartoe wil. Is het dan helemaal in steen gebeiteld? Nee. Maar het geeft wel een beetje een richting. En dat is heel prettig. Dus daarom kan ik makkelijker zeggen bij dingen, dit past gewoon niet bij mij. Dit ga ik gewoon, hier wil ik nu al een beetje voorsorteren voor een ander soort oplossing. Ja. Kun je dat ook bij vrienden en familie en zo? Ja, dat is natuurlijk, ingewikkelder. Ja. Wat ik wel weet is dat daar, in mijn geval merk ik gewoon dat ik hier, ik ben erachter dat ik veel meer introvert ben dan ik dacht. Dus ik laat op door alleen te zijn. En het is misschien herkenbaar, maar daardoor is het zo dat activiteiten doen met vrienden en familie voor mij heel vaak een ding zijn die ik gewoon voor me uitschuif. Want ik denk, nou, terwijl als ik het heb gedaan, vind ik het altijd heel erg leuk. Weet je, daar kijk ik altijd wel goed op terug. Ja. Dus hierbij moet ik eigenlijk eerder het meer plannen dan dat ik nee hoef te zeggen. Dat is mijn soort van learning. Ja. En daar kom ik dan weer achter door die jaarlijkse review. Nou, ik jump een beetje heen en weer, maar er zitten heel veel reflectiemomenten in grip. Hè, van week op week niveau, kijk je terug. Ik zal enigszins inleiden. Ja, heel goed. Doe dat. Want als ik kijk naar productiviteitssystemen, dan is mijn wekelijkse, ik heb de jaarlijkse niet gedaan, dus ga ik ook nog een vraag stellen. Mijn wekelijkse review is het allerbeste. Ja. De rust die je daardoor ervaart en het overzicht dat je daardoor gecreëerd is, als iemand iets zou toepassen, dan is het even na de week eventjes nadenken over wat je gedaan hebt, wat je de volgende week wil bereiken en even zorgen dat alle losse eindjes, zoals David Allen het noemt, allemaal verzameld zijn. Juist. Dus ja, super belangrijk. Ja. En het is ook heel vreemd, want als je dan vraagt aan mensen van, hey, waarom doe je dat dan niet? Ja, daar heb ik geen tijd voor. Dat is altijd een beetje denk, wow. Maar als het niet lukt, en ik heb het zelf ook wel eens hoor, maar als het me niet lukt om een half uur even na te denken over wat heb ik nou gedaan en hoe ziet de komende week eruit, dan heb ik echt mijn prioriteiten niet op orde hoor. Want dan, wat ga je dan in dat half uur doen? Ga je echt iets doen wat nog veel belangrijker is en wat nog veel meer impact heeft op wat je gedaan krijgt? Nou, dat is gewoon heel vaak niet zo. Nee. Nee. Het is inderdaad echt een zeer goede gewoonte. En jij doet het, in je boek beschrijf je het op wekelijks niveau en op jaarlijks niveau. Klopt. En hoe verschillen die van elkaar? Ja, dus eigenlijk zit er nog intussen kwartaalniveau. Oh, ja. Nee, dus ik formuleer doelen per kwartaal. Dat is gewoon een lijstje met, oké, dit zijn de dingen waar ik aan wil werken. Of dingen die ik wil doen. Het verschilt in die zin dat de hoeveelheid tijd een beetje toeneemt. Dus op kwartaalniveau dan pak ik ongeveer een avond voor of een ochtend. En op jaarniveau is dat een dag of zelfs twee dagen. Waarin ik tijd neem om uitgebreid terug te blikken en te reflecteren. En dan na te denken over, oké, hoe ziet mijn komende jaar er eigenlijk uit? Wat zou ik eigenlijk heel erg willen doen? En dus dit is één is de tijd, maar het is ook een beetje ook type vragen. Dus bij de kwartaalreview en ook al bij de jaarlijkse review neem ik wat meer tijd om echt uit te schrijven wat maakt me echt heel erg blij en wat zijn de dingen waar ik gewoon echt niet tevreden over ben en waarom. Ik doe een soort, het is geen analyse, het is gewoon één alinea waarin je even opschrijft van, oké, gast, hoe kijk je terug op de afgelopen 3 maanden? Hoe ging dit? Wat vond je leuk, wat vond je niet leuk? Een soort dagboek-entry die je dan hebt. Ja. En dat helpt me heel erg, want van week tot week kun je toch heel makkelijk ook alweer in een soort van sleur bijna komen van hoe je bij je nou mee bezig bent. Ja. Terwijl je gaat je niet van week tot week afvragen. Ja, je werkt op microniveau, niet op macroniveau. Precies, je bent gewoon alleen maar met de uren bezig en met je werk. En je gaat niet van week tot week bedenken, vind ik dit werk nog steeds het leukste werk wat ik nu wil doen? Of wat zou ik echt nog eens heel tof vinden om in deze fase van mijn leven te doen of zo? Dat is echt iets wat je op jaarniveau, op kwartaalniveau wel kan. Ja, en volgens mij beschrijf je ook dat je dan
kijk naar de foto's bijvoorbeeld. Of van week tot week. Ik heb dat toen gedaan. Dat is hartstikke leuk om te doen. Ik had een reisje gedaan. En ik had nog met vrienden was ik een weekendje weg geweest. En ik opnieuw een relatie met mijn vriendin. Allemaal echt superleuke dingen. En die ging dan, oh ja, dat heb ik toen gedaan. En toen hadden we weer onze eerste date. En toen superleuk om te doen ook. Ja. Naast dat het... ik ben sowieso veel aan het... Je noemde net journalen. Dat doe ik sowieso bijna dagelijks. Oh, wow. Okay. Dus het redelijk... Doe je op papier of doe je het digitaal? Digitaal. Okay, ja, omdat het sneller kan. Ja. Zo belangrijk. Ja. Ja, ik zat net na te denken over, volgens mij is een leercyclus is ook doen, feedback of reflecteren, aanpassen en dan weer. Volgens mij is dat de manier om te leren. Dan dacht ik, ja, gek dat we dan op ons eigen leven, dat dan niet. Dat je dat dan niet doet. Ja. Ja. En dat je dan in één keer 40 bent en uitgeblust op de bank zit en denkt, fuck it, ik koop een Porsche, want ik heb een dikke middelhuid. Dat kan wel gewoon gebeuren, als je er niet toch? Ja, als je er niet bij bent. Ja, en dat is inderdaad vreemd, want we hebben toch dan de neiging, en dat zie ik ook echt om me heen, dat ik dan mensen vraag van, joh, mensen vragen dan van, nou, ik weet eigenlijk niet zo goed waar ik nou naartoe wil. Wat is nou het grote ding? En dan vraag ik toch wel vaak van, heb je al langer dan 5 minuten hierover nagedacht? En eigenlijk is het antwoord heel vaak nee. Dus dat is natuurlijk best wel weer ook wel weer kenmerkend voor onze tijd. Je wordt de hele tijd gestoord en notificaties en alle dingen die op je afkomen. Maar ik vind het wel chockerend en ook bij mezelf om te merken dat het me, als ik dan nadenk over hoeveel tijd besteed ik echt gewoon om stil te staan en om na te denken. Ja, vind die tijd maar. Dus om echt langer dan 5 minuten na te denken, wat wil ik nou? Ik weet zeker dat als je dat doet en je schrijft dingen op die je leuk vindt of waar je boos van wordt of waar je denkt, hier word ik blij van. Ja, dan gaan er gewoon echt dingen gebeuren in nog geen 30 minuten tijd waarvan je gewoon denkt, nou, holy shit, het was echt een inzicht. Ja. Daar kan ik echt mee door. Ja. Dus ik probeer mensen een beetje te verleiden om die tijd te nemen. Volgens mij is het, ik hoef eigenlijk niet meer te doen dan dat. Dus het zou ook, dat is ook weer ook de vraag voor jouw luisteraars en eigenlijk ook weer aan mezelf. Van, hey, wanneer heb je voor het laatst 5 minuten, meer dan 5 minuten genomen om na te denken over wat je nou wil? Tot die tijd mag je eigenlijk niet de vraag stellen of niet zeggen, ik weet niet wat ik wil. Weet je, dat is gewoon, dat kan gewoon niet. Nee, dat kan eigenlijk gewoon niet. Nee. En dat vind ik ook het leuke aan het doen van deze podcast, dat elke keer als ik met iemand spreek, dan kan ik me zeggen, oké, volgens mij kan ik hier nog wel het, oh ja, hier kan ik ook nog wel het winnen, of dit zou ook nog wel eens toe kunnen passen, ja. Ja, te gek. Leuk. Op een gegeven moment heb je... Oh ja, dat wilde ik nog zeggen. In het boek beschrijf je ook dat je altijd een eindtijd toevoegt aan... Ja, klopt. Maar niet eens toevoegt. In je agenda heeft jouw blokje. Ja, een tijd. Eindtijd. Maar hou je daar ook? Want ik heb een hele lange tijd, heb ik gewoon gedacht... Ik heb de One Thing gelezen. Die zegt van, nou, je moet gewoon je belangrijkste ding als eerste doen. En dan had ik dan geen eindtijd. Hmm. En dan was het wel eens dat ik er 10 uur mee bezig was. Terwijl ik met 4 uur... hoogstwaarschijnlijk precies hetzelfde resultaat had gehad. Dus alleen maar dat toevoegen maakt volgens mij ook dat je een beetje de belangrijkste dingen doet. En ook zegt van, nou oké, gegeven dat je 2 uur hebt, laten we er wat van maken. En wat de uitkomst dan is de uitkomst dan maar. Ja, het gaat 2 kanten op. Dus 1, inderdaad, het helpt je om een klein beetje kritischer te zijn op het eindresultaat. Om misschien iets eerder knoop door te hakken van, het is het. Maar een eindtijd is ook een manier om je gewoon te focussen. Want als je weet, oké, ik heb hier nu 1 uur de tijd voor. Ja, dan ga je niet, dan denk je, ja, ik kan wel even op Instagram kijken. Maar dan weet je wel, oké, als ik het nu doe, gaat het wel van mijn tijd af. Dus het helpt me om, het helpt mij in ieder geval om die tijd soort van echt gericht aan dit, aan dit ding te besteden. Ja. Terwijl als ik geen eindtijd heb, weet je, als je geen deadline hebt, krijgt al het andere voorrang wat wel een deadline heeft. Dus als iemand belt of als iemand je e-mail stuurt, dan weet je gewoon, ja, dit moet ik niet doen, want anders kan ik online. Zeker als er wat verzet zit bij de taak die je moet doen, als je het moeilijk vindt. Precies. Ja, want dan is elk moment om afgeleid te worden, ik is er één. Ik mag weer. Ja, dit is belangrijk. Ik moet toch even kijken of ik geen berichtje heb. Ja. Oh, ik vind het altijd zo hilarisch hoe je jezelf helemaal gek maken. Ja, dus dat is een ding. In die zin helpt dat. Ten tweede is er ook nog aangetoond dat werk altijd, en dat geldt voor vergaderingen ook, ze altijd de tijd innemen die het ze geeft. Dus als jij altijd meetings inplant van 1,5 uur, weet je ook, die meeting gaat 1,5 uur duren. Terwijl als je ze 1 uur maakt of 3 kwartier, dit gaat natuurlijk niet op voor 10 minuten. Je moet ook de tijd nemen om besluiten te nemen op een goede manier. Ja. Maar je kunt je wel bewust zijn dat dingen soms best wel sneller kunnen als je jezelf een klein beetje uit je comfortzone trekt. Voor mij geldt het, voor mijn nieuwsbrief probeer ik dit, dus door te zeggen, oké, als ik daar 2 uur voor inruim, nou, weet ik dat ik dat wel kan vullen.
maar wat gebeurt als ik het in een uur wil doen? Of wat gebeurt er als ik het op een moment doe dat ik eigenlijk weet dat ik van tevoren, nou, dit is niet mijn beste moment. Best een interessant experiment om te kijken, kun je de dingen waar je eigenlijk een beetje tegenop ziet op een moment doen of met een tijd, bepaalde tijdsduur, ja. Wat je eigenlijk een beetje van tevoren denkt, nou, dit, ik weet niet of dit gaat lukken. Met als resultaat misschien wel dat als je het vervolgens weer op een relaxed moment doet, dat het allemaal veel sneller gaat. Dat het sneller gaat, of beter, ja, ja. Of dat je tot een interessant inzicht komt, dat het helemaal niet zo snel kan. Of, het gaat natuurlijk inderdaad, wat je zegt, het gaat over de learning. Hoe kort is die learning cycle? Hoe korter je die kan maken, hoe sneller je leert. Ja. In mijn hoofd zit dat ik 's ochtends mijn beste werk doe, wat ook vaak resulteert dat als ik 's avonds aan de slag ga, want ik echt iets moet doen, dat het veel moeilijker is. Maar het is echt gewoon een verhaal dat ik mezelf heb. Misschien is het ook wel ergens zo, maar de overtuiging dat het 's ochtends beter is, maakt ook dat het 's avonds moeilijker wordt om dingen te doen. Nou ja, ja. Nou, voor mij heeft het feit dat ik nu een dochter heb, heeft dit helemaal op zijn kop gezet. Want ik merkte dat, kijk, als we bijvoorbeeld in het weekend thuis zijn, dan heb je gewoon maar echt een paar windows waarin je echt dingen kan doen als zij slaapt. Dat is nu nog maar 2 keer op een dag, echt kort. En waar ik eerder bijvoorbeeld dacht, oké, de ochtenden zijn voor mij top en aan het eind van de middag moet je me niet storen, denk ik nu, oké, op het moment dat ze slaapt, ik weet van tevoren al, dit is wat ik wil doen. Ik heb de rest van de dag, wil ik gewoon met haar dan zijn en niet te veel me laten afleiden. Maar als op het moment dat zij met haar hoofd het kussen raakt, zeg maar, dan weet ik, oké, ik weet nu dat ik dit moet doen. En ik heb ongeveer 3 kwartier. Misschien minder, misschien meer, weet je wel. En dat is wel een soort van nieuwe dimensie die ik eigenlijk wel heel grappig vind. Om op die manier te worden. Staat niet in je boek, toch? Dat je er niet in moet om productiever te worden. Nee, het staat er niet in. En ik zou het je ook niet aanraden als het gaat over productiviteit. Nee. Maar het helpt wel om het... iemand zou zeggen, nou, dat is misschien een beetje obsessief. Maar ik vind het dan grappig om te merken. Ja. Dat ik dan ook echt denk, oké, ik moet ook dit nu doen. Want ik weet, over een uur, dan is mijn, weet je wel, dan is dat gewoon, dan is die tijd gewoon weg. Ik kan het niet meer uitstellen. Dus het is echt een hele harde... Goed, ik moet dat dan op dat moment wel doen. Ja, het moet gewoon echt. Precies. Ja, precies. Ja. Op een gegeven moment heb je het over 7 motivators. Ja. 2 daarvan begreep ik niet zo. De Boy Scout en de katalysator. Hmm. Zou die... Ja, oké. Met de Boy Scout te beginnen... Want de 7 motivators om te zorgen dat je dingen gaat doen, toch? Zo, als ik het zo interpreteer. Ja, het is een soort... Kijk, wat ik merk, dat heel veel mensen dan zeggen... Het vloeit voort uit de takenlijst. En dat gaat over werk goed opslaan en goed opschrijven. Maar dan is de volgende vraag, hoe zorg ik ervoor dat ik mijn werk gedaan krijg? En wat ik eigenlijk wilde doen, was een soort van gereedschapskist aanbieden met dingen die je er een beetje uit kan plukken om je te helpen om dat dan gedaan te krijgen. Ja. De Boy Scout Rule gaat eigenlijk over het idee dat, dat het komt vanuit engineering, dus vanuit mensen die programmeren, maar daar eigenlijk net nog voor natuurlijk van de Boy Scouts, die als ze ergens zijn zorgen dat ze de plek schoner achterlaten dan dat ze hem vonden. En ik heb gemerkt dat dat niet alleen met voor je omgeving goed werkt, maar ook een hele mooie motivator is voor engineers. Omdat ze zien, oké, als ik dat elke keer doe, kan ik met heel weinig extra energie ervoor zorgen dat als ik daarna weer terugkom, dat het zoveel beter, zoveel leuker is om weer daarmee aan de slag te gaan. Dat het een soort, het is een soort vliegwiel die elke keer harder gaat draaien. Omdat je weet, elke keer als ik weer terugkom, dan heb ik daar, krijg ik weer nieuwe energie. Ik heb een heel stom voorbeeld. De bovenkant van onze vaatwasser, die wordt heel smerig, want ik zet daar altijd de dingen op. Het is een heel ingewikkeld verhaal, maar die staat hoog en ik moet dan eerst de spullen opzetten voordat ik hem open kan doen. En die wordt heel vies. Okay. En ik merk elke keer als ik die bovenkant daarna even schoonmaak, dan voel ik me heel fijn. Dan denk ik, oké, dit is mooi, dit is nu weer. En dat duurt dan even voordat ik dat weer doe. En dat, door dat dan beter achter te laten, die plek en dat werk, dan hoe ik het aantrof, maakt dat ik de volgende keer denk, dit is fijn, dit is schoon. En dit is een beetje een banaal voorbeeld, maar ik denk dat dit ook voor werken geldt. Dus als je weet, het zijn hele stomme dingen zoals, is je mappenstructuur gewoon goed op orde? En kun je, als je een nieuw document ergens opslaat, kun je denken, ik kan ook even, ik zorg dat dit gelijk even klopt en ik zorg dat dit op de goede plek staat, waardoor je de volgende keer denkt, dit is fijn. Ik weet dat het op orde is. En
Je kunt dan zeggen, nou, één keer in de zoveel tijd doe ik een grote schoonmaak, zet ik alles recht. Dan kost het heel veel energie en dan ga je waarschijnlijk voor je uitschuiven. Ik heb dus gemerkt dat als ik elke keer denk, oké, hoe kan ik dit wat ik nu aan het doen ben, net even iets beter maken voor de volgende keer dat het er weer terugkomt. Ja, dat is ook een soort compound interest. Ja. Want elke keer dat je dat doet, bouw je aan dus ja. dat je de ultieme omgeving hebt. Ik dacht dat dat een soort van arbeidsethos was, dat je altijd dan altijd alles maar beter moet achterlaten. Maar ik kan me voorstellen dat als je vaker terugkomt bij datgene en je het gewoon chiller, dat je er chiller bij terugkomt, dat kan werken. Dat je denkt, hé, dat is relaxed. Oké, dat snap ik wel. Ja. Oké. En de katalysator? Het idee van de katalysator is dat het opleveren van kleine stukjes zorgen voor energie. Dus het is ook geen wereldschokkend idee. Maar het ding is wel dat we, wat ik ook merk, is dat heel veel mensen het spannend vinden om als ze iets aan het maken zijn, om het te delen met andere mensen. En met als gevolg dat je denkt, ik wacht nog even. Ik deel het nog maar even niet. Ik ga nog even aansleutelen. En dan wacht ik nog maar even. En dan ga ik er nog maar een keer sleutelen. Dat kost langer, kost meer tijd. Ja. En dan vervolgens ga je het laten zien. Ga je het wel met je baas delen of met je collega's delen. Dan krijg je allerlei feedback. Maar je hebt al zoveel uren ingestoken waarvan je denkt, oké, dat is irritant. Want nu krijg ik die feedback. Ik was er al zo blij mee. Ik had al zoveel tijd ingestoken. Nu wil ik het eigenlijk niet meer weten. De katalysator is eigenlijk omgekeerd. Dus je gaat bij elk ding wat je doet, ga je bedenken. Oké, hoe snel kan ik iets opleveren wat voor mijn klant, collega, eindgebruiker enige vorm van zin heeft. Dus het voorbeeld dat ik in het boek omschrijf gaat over, stel dat jij de taak hebt om een hele lading, laten we zeggen 5 of 6 verschillende marketing landing pages op moet leveren. Dan kun je zeggen, ik ga ze eerst allemaal maken. En dan ga ik in één keer ga ik ze allemaal opleveren. Ja. Je kunt ook zeggen, oké, we weten ongeveer welke pagina's het zijn. Dat is een lijstje met, dit zijn de 6 thema's. Die stuur ik vast op. Dus dan zeg je, dit zijn de 6 dingen die ik wil maken. Ja. Laat me weten, wat vind je ervan? Een soort MVP. Het is een soort MVP inderdaad, als je weet wat dat inhoudt. Nee, maar het gaat over hoe, wat is het kleinst viable ding wat je kan opleveren waar een ander iets aan heeft. Nou, dan kun je zeggen, hey, de maar is het omdat het fijn voelt om iets op te leveren of omdat de feedback waardevol is om? Het is die combinatie. Oké. Dus het is waardevolle feedback, waardoor je minder gefrustreerd bent, want je kunt het nog heel makkelijk aanpassen. Als ik die 6 thema's met je deel en jij zegt, nou weet je, 3 daarvan zijn top, weet je wel, let's go. En die andere 3, ben ik niet helemaal voor, laat het een beetje zo doen. Ja. Oké, kan ik aanpassen, kan ik weer door. En ondertussen kun je al bezig met die eerste 3, maak je wireframes. Ik stuur met jou mijn eerste wireframe, jij zegt, oké, top, weet je wel, let's go. Kun je ook door. En elke keer krijg je die positieve dus in plaats reactie van een Instagram hit krijg je een positieve reactie en dan het blijft natuurlijk, je blijft een beetje als een soort hamster, tegen die liksteen aan. Ik dacht, ik noem even Instagram, maar dan wordt het voor mijn vrouwelijke luisteraars ook weer MVP. Maar het is, ik geloof er wel in. Dus ik dacht eerst van, oké, moet je dan, is delen dan leuk? Want juist daar zit heel veel verzet. Maar die positieve reinforcement of terugkoppeling te krijgen en ook feedback waar je dan, ik begrijp. Precies. Ik denk dat is het idee. En ik denk dat vooral de uitdaging dus is, hoe snel kun je iets laten zien? En daarbij zou ik eigenlijk zeggen, wees geneigd om dat eerder te doen in plaats van later. Ja. Dus dan is het niet ingewikkeld, maar dan is het meer, hoe snel kun je hier iets van laten zien? Ja. En misschien voor alle iets wat perfectionistische luisteraars, waarbij die mensen denken, alles wat ze doen dat niet goed is. Heel vaak als je wel wat inlevert, krijg je terug van, dat is nice, misschien moet dit nog aanpassen. En dan denk je, oké, ik dacht echt dat het helemaal waardeloos was. Dus ook voor die voor dat perspectief is het goed, denk ik. Ja. Op een gegeven moment heb je bij jaarlijkse review heb je een driehoek. Een driehoek over volgens mij een combinatie van je vaardigheden, of nee, wat je leuk vindt, waar je goed in bent en waar je geld mee kan verdienen. Is dat de driehoek? Of? Het is de missie, passies en vaardigheden. Dus, missie, passie, vaardigheden. Ja. Okay. En dat zijn inderdaad de, ik noem het soort, noem het puzzelstukken, ik noem het inderdaad een driehoek. Toen ik dat schreef, deed ik even onderzoek naar motivatietheorie. Dus wat zijn de verschillende theorieën die vertellen waar kom je nou je bed voor uit?
En eigenlijk samenvattend, als ik al die dingen naast elkaar zette, kwam ik er een beetje uit dat deze drie komen in de meeste theorieën terug. Dus ik ben geen psycholoog, maar dit is wel wat overal terugkomt en dan zal er wel een kern van waarheid in zitten. Ja. En dat is ook wat ik merkte. Dus ik merkte dat dat als je mensen vraagt van nou, waar kom je naar je bed voor uit, is het een vraag die, weet je wel, is veel te groot. Kom je niet makkelijk uit. Door één stapje dieper te gaan en zeggen, nou, oké, wat vind je belangrijk? Dat zijn dan die missies. Waar ben je goed in? Vaardigheden. En waar word je blij van? Dat zijn je passies. Dat helpt om dat een beetje te ontrafelen. En als je dingen kunt ontdekken die op het snijvlak zitten, tussen 1, 2 of 3 van die, nou, 1 is geen snijvlak, maar hoe meer van die onderdelen het raakt, ja, hoe groter de kans dat je er enorm door gegrepen zal zijn. Ja. En dat helpt dan weer om te bedenken, oké, als ik hier enorm door gegrepen ben, hoe kan ik dan voor zorgen dat ik daar iets meer van mijn tijd aan besteed? Dus weer zo'n klein stapje zet. Ja. In lijn hiermee heb je op een gegeven moment, in een hoofdstuk later, heb je het over de drijfveren, of de, niet motivatoren, maar heb je het extern, intern en energie. Ja. Dat is ook, die ik nog nooit gezien had. Ik dacht, ja, natuurlijk is dat zo. Je wordt intern word je gemotiveerd door externe dingen, maar ook door gewoon je energieniveau. Ja. Dus hoeveel energie heb je? Ja. Hoe zou je die kort uit willen leggen? Ja, dus dit is ook het model waarbij ik het meest, dat merk ik ook een beetje hoe verder ik in het boek zelf ook kwam, merkte ik dat gewoon de ideeën voor mijzelf ook nieuwer waren. Dat ik ben hier nog steeds over aan het nadenken en over aan het zoeken. En ik kan me ook voorstellen, ik verdiep me ook heel van gedragsverandering. Mm. Dat is misschien wel nog veel complexer dan dat we denken. En dus ja, dus het lastiger is dat een beetje nog. En veel elk model is natuurlijk maar een snapshot van de werkelijkheid. Ja. En met alle beperkingen die erbij horen. Ja, en maar een interpretatie van de werkelijkheid. Dat is ook niet waarheid te zijn. Ja. Precies. Maar wat mij wel heel erg hielp, is inderdaad om een onderscheid te maken tussen. Dat stukje in het boek gaat over gezonde zelfontwikkeling. Dat zal misschien voor de meeste luisteraars van jouw podcast ook gelden, want je hebt het over zelfontwikkeling. Dan zul je de worsteling herkennen tussen hoeveel ga ik doen en wanneer is het genoeg. En die wanneer is het genoeg, die krijg je af en toe te horen via je omgeving, die dan gaat zeggen van gast, moet je nou ook nog een podcast maken? En moet je nou ook nog, je kunt ook gewoon je werk doen, hè? En gewoon een paar weken op vakantie gaan. En gewoon elke avond Netflix kijken. Overigens, niks verkeerds mee. Maar ik denk dat jij en ik en de luisteraar hier wel mee worstelt. Want wij hebben gezegd, maar het kan ook, we kunnen ook die tijd steken in nog een goed boek lezen. We kunnen ook nog. Die vraag krijg ik vaker. En dit is ook een ding waar ik zelf mee worstel. Zo van, ja. Oké, wanneer is het nou genoeg? Alleen, wanneer is het genoeg is niet echt een vraag voor ons, want het is nooit genoeg. Maar als je altijd maar doorgaat, dan loop je padpunt wel tegen die man met de hamer aan. Dat wil je niet. Dus je wil dat op een gezonde manier doen. Dus nou, daar kan dat stuk vandaan over gezonde zelfontwikkeling. En daar, als je die dan uit elkaar trekt, dan zie ik daar inderdaad die drie onderdelen. Dus het gaat over een interne verwachting. Dus wat verwacht je van jezelf? Een externe verwachting, wat zijn de verwachtingen van de buitenwereld, van je, nou, misschien van je geliefde, van je baas, van je team, van je familie. En hoe zit het inderdaad met je energie? Nou, als je dit zijn drie factoren die je goed in de gaten moet houden. En wat ook fijn is, omdat ze gesplitst zijn, dat je per punt ook kan bedenken, hey, wat vind ik hier eigenlijk van? En dan helpt het mij om dus een score te hangen aan mijn energie. Ik weet dat als ik te lang te veel doe, dan slaap ik minder goed. En dan merk ik dat aan mijn. Word ik ziek. Dus ja. Als ik bijhoud hoe vaak ik ziek ben, is dat voor mij een aardige graadmeter of ik te veel of te weinig. Niet te weinig, maar of ik te veel aan het doen ben. Ja. En dan kan ik er ook bij sturen. Dan kan ik zeggen, oké, dan ga ik de komende paar weken. Ik moet echt wel even zorgen dat ik eerder op bed ga, minder in de avonden doe. Ja. Dat is één ding. En twee is, als ik mezelf afvraag waarom doe ik wat ik doe. Ik merk dat er toch te veel factoren eigenlijk extern zijn, is dat ook een alarm. Ja. Als het, externe factoren zijn tricky, want ze zijn aan de ene kant goed en motiverend. Als je daar te hard op gaat, op externe. En kun je een aantal voorbeelden noemen? Dit gaat uiteindelijk over dat als de motivatie is, gewoon vanaf mensen om je heen, als jij een nieuwe baan begint.
waarbij jij nog niet helemaal 100% zeker bent over de rol die je invult, dan kan je het idee hebben dat er een verwachting extern torenhoog is van het werk wat je levert, bijvoorbeeld. Dus dan is dat goed om daarover in gesprek te gaan. Moet je wel weten dat die verwachting überhaupt is. Dat is ook nog een ding. Hè? Als je net begint met werken, dan kun je ook denken dat je baas iets van jou denkt. Ja. Wat het eigenlijk helemaal niet de verwachting is. Ja. Dus daarbij is dan mijn punt elke keer van, hey, ga hierover in gesprek. Schrijf eens uit wat je denkt dat je baas verwacht. Of je teamleider of je manager. En ga dan eens met die bullets naar je manager. En zeg dan, nou manager, ik heb ze even opgeschreven wat je denkt dat je van mij verwacht. En dan zegt die manager, joh, je bent net begonnen, haal hier alsjeblieft even de helft af. Ja, ja. En dan gaan we dan wel daarover praten. Ja. En dan denk je niet, oh wow, valt zo'n last van mijn schouders. Alleen al door het even soort van vanuit je hoofd op papier te zetten. Ja. Nou, dat gaat over die externe verwachtingen en intern. Ik heb een aantal sessies met een coach gedaan. Dat ik overigens ook iedereen aanraad om een soort van in gesprek te zijn met professionals over dit soort onderwerpen. Ja. Om je gewoon ook even naar de aarde te trekken. Ja, ja, ja. Want we kunnen onszelf inderdaad helemaal gek maken. Maar zij zei op een bepaald punt van... En ik kan me voorstellen dat jouw interne verwachting vrij hoog was. Die is hoog. Ja. En die is nog steeds hoog. Maar wat zij zei was van, nou, loop even met me mee. Ze zei, ik zat in een stoel. Ze zei, ga eens even staan, loop even mee. Jij kijkt nu naar die stoel. Jij zit zelf in die stoel. Wat zou je tegen jezelf willen zeggen? Kijk eens naar wat die jongen allemaal aan het doen is. En dat ik toen dacht, ja, holy shit, waarom doet die gast dat eigenlijk? Ja. Zo herkenbaar. Ja, en het is ook zo'n simpel ding. Maar dat je dan, nou, dat ik dan ook gewoon tegen mezelf kan zeggen van, weet je, als je het leuk vindt om te doen, moet je het lekker doen. Maar als je het niet leuk vindt, stop er dan lekker mee. En, precies dit. En dat was, ja, het is zo'n simpel dingetje. Maar het helpt me om een soort van mijn eigen verwachting een beetje te managen. Maar ze zijn heel simpel, maar oh zo belangrijk. Ja, en volgens mij is het leven heel eenvoudig, alleen niet makkelijk gewoon. Dus ja, nee eens. Ik ben het grappig, hè, dat je... Ik doe bij mezelf als gedachte-experiment dat als ik iets fout doe, dan heb ik de neiging om mezelf helemaal de grond in te boren. En dan bedenk ik me wel eens. Stel nou dat een goede vriend van me, namelijk Thomas, ik heb wat doms gedaan, ik heb een project verneukt. Dan zou ik zeggen, ja, dat is kut, man. Maar je zelf zo'n biertje gaan drinken. Want weet je wel, er zijn er belangrijke... Morgen weer een dag. Morgen weer een dag. Dan zou ik zo empathisch zijn. En dan dacht ik, waarom dan? Heb je... Waar ik nieuwsgierig naar ben. Je hebt een interne en een externe verwachting. Ja. Ben jij door je zelfontwikkelingsavontuur wat minder... gaan focussen op de externe verwachting, maar meer op de interne verwachtingen? Ik vind het een interessante vraag. Ik denk dat in mijn geval externe verwachting niet zo'n enorme rol speelt. Dus dit is wel een vraag die ik mezelf vaak stel. Van, nou, ben ik inderdaad niet gevoelig voor die externe waardering? Natuurlijk ben ik daar wel gevoelig voor, maar niet, ik merk dat het niet heel obsessief is. Dus, dus ik laat me daar niet zo heel erg door leiden. Dat is mijn, dus okay. En ik heb ook niet het gevoel dat het heel erg is opgeschoven, maar dat het wel gewoon is dat ik weet, nou ja, vanuit mijn opvoeding en vanuit mijn dingen die ik heb meegekregen, heb ik wel een soort van gevoel van, wat je doet, dat doe je goed en daar ben je, weet je, dat is oké. Ja. Ja, daar heb ik nooit zo van, ik hunker naar dat iemand zegt, oh gast, wat doe je het goed. Nee, toch is het wel, ik merk het bij mezelf, ik heb tot mijn 24 heb ik aan de universiteit gestudeerd, gewoon een VWO gedaan en was iedereen om me heen, oh Thomas, wat goed, je doet universiteit. En eigenlijk wist ik al van, nou, dit is echt niet wat ik wil doen, ik wil gewoon ondernemen en dingen gaan doen en creëren. En toen begon ik een onderneming, ook nog eens, ik heb bedrijfskunde gestudeerd, begon ik een online coaching platform mensen fitter te maken, wat echt haak staat op het zeg maar hele intellectuele van de universiteit. Ja. En toen kreeg ik in één keer van mijn omgeving ook van, ja, zou je dat wel doen? Je hebt toch gewoon een studie gedaan, moet je niet... En kreeg ik extern toch wel ander soort... afkeuring. Ja, nou niet afkeuring, maar wel twijfel of onbegrip. En nu werk ik weer met een zin waar ik het onwijs naar mijn zin heb overigens. Maar dan is in iedereen omgeving weer van, oh wat goed zeg. Terwijl de interne zoiets geeft van, ja, ik heb ook nog wel mijn ambities om een keer... is grappig, maar... Maar als jij dan zou zeggen intern versus extern, wat denk je dat jouw grootste drijfveer is? Intern, 100%. Maar dat is wel, daarom vroeg ik het ook aan jou,
heel erg verschoven. Mm. Heel erg verschoven. Ik heb tot mijn 24 heb ik gewoon gedaan eigenlijk wat er van me verwacht werd. Ja, ja. En wat is dan iets wat je nu doet waarvan je weet dat de buitenwereld zegt van, dat ben je gek? Achter een microfoon gaan zitten en dan mensen interviewen over zelfontwikkeling. Is dat wel echt zo? Want je wordt hier, je krijgt ook gewoon wel applaus voor. Ja, ja. Nu, omdat ik ook een beetje luisteraars heb en nou goed, in die zin ook leuke gasten. Ik krijg het begin ook wel. Ik moet niet mijn oude gasten afvallen. Nee, maar zeker toen ik aan het begin. En ik leef ook in die zin wel een beetje in een bubbel van. Maar daarbuiten zeggen mensen, een podcast, wat is dat? Een uur, dan ga je dan niet luisteren. Dat soort berichten. Ja, moet je daar dan geld mee verdienen? Hoe zit dat dan? Dat kan toch helemaal niet in Nederland? Ja. Zoveel dat soort berichten. Ja. Nou, ik vraag het ook, want ik ook denk, als ik gewoon nadenk over wat doe ik nou echt, wat tegen, waarvan echt mensen in mijn omgeving zeggen van, nou, weet je, dat vind ik echt heel raar dat je dat doet. Zijn er gewoon niet zo heel veel dingen. Dus ik check mezelf dan ook een beetje van, nou, is dat wel echt zo wat ik zeg over externe waardering? Maar het is meer het gebaande pad. In ieder geval in mijn geval. Ik weet niet of dit helemaal externe verwachting of externe verwachting is, maar het gebaande pad, dat qua de verwachting, in ieder geval in mijn omgeving, is wel dat gepaande pad, dat is logischer voor Thomas de Vries. Alleen voor mezelf niet zo. Oké. Okay. Dat is interessant. Ja, grappig. Food for thought. Ja. Oh ja, nog om even praktisch te worden. Heb je nog eventjes 4:15? Ja, top. Je hebt het op een gegeven moment over dat het belangrijk is om... ik weet niet of je zegt dat het belangrijk is, maar je zegt... vind een mentor. Ja. En dat hoor ik zo vaak van in zelfontwikkelingsland. En mijn eerste vraag is dan altijd... hoe hebben mensen dat aangepakt? Wat zijn echt praktische dingen die je gedaan hebt om een mentor te vinden? Dus mijn vraag aan jou, hoe heb je dat aangepakt? Mijn belangrijkste tip hier is... spreek meer experts. Dus in mijn boek omschrijf ik... het kwadrant tussen mensen die veel van jou weten. Ja, dat is echt een eye-opener. Ja, veel zijn mensen die. Dus je hebt een kwadrant met twee assen. Dat gaat over context en over kennis. En context, als je hoge context hebt, dat betekent dat wij elkaar heel goed kennen. Dus dat betekent dat, dat ik van jou weet waar je mee bezig bent en wie je in elkaar zit en dat we elkaar al lang kennen. En kennis, dat gaat over hoeveel weet je van een specifiek onderwerp. En als je die in een matrix zet, komen er vier groepen uit. Namelijk de vage kennis. Dat zijn de mensen die jou niet kennen. En ik noem ook vage kennis, want het is een beetje... Maar goed, ik heb ook wel eens aangedacht om er neer te zetten van die tante oom. Die jou eigenlijk niet helemaal goed genoeg kent. Maar ook eigenlijk niks weet van het onderwerp, maar toch allerlei adviezen gaat geven. Ja, 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 ja. Nou, die categorie, dat is de eerste. Dan heb je de goede vrienden. Dat zijn mensen die heel veel weten over jou, maar in heel veel... Die misschien toevallig ook dingen weten van waar je naar op zoek bent, maar in heel veel gevallen niet. Dus dat zijn gewoon de mensen die jou goed kennen. Dan heb je experts, die weten heel veel van het onderwerp, maar die kennen jou niet. En dan heb je mentoren, die weten... omdat je al langer met ze optrekt, weten ze en veel over jou en veel over het onderwerp. En mensen willen gewoon heel graag die mentor. Alleen je kunt niet gelijk die mentor hebben. Want die mentor die heeft beperkt tijd. En, ja. Dat. En je kunt niet op dat niveau instappen. Je moet instappen op ofwel investeren in je vriendschappen. Waardoor misschien iemand door kan groeien naar... Oké, deze weet ook heel veel over dit onderwerp. Dus dat wordt dan de mentor op dat specifieke vlak. Mm-hmm. En dat is eigenlijk wat ik vooral aanraad, is meer experts spreken. En dat wat mij heel erg opvalt om me heen, en dat gebeurt bij Blender ook voortdurend, dat er dan wordt gezegd, nou laten we dit doen, laten we X maken. En oké, laten we eerst eens met de mensen gaan praten die hier heel veel van weten. Hebben we dat al gedaan? Nee, dat hebben we niet gedaan. We hebben gewoon al zelf bedacht wat we willen. Best wel gek, want bijna alles is al een keer eerder gedaan. Ja. Laten we dan alsjeblieft in ieder geval die mensen eens uit horen om te vragen. En heel vaak vinden die mensen dat ook heel leuk om te doen. Die experts die hebben daar... Die vinden dat een leuk onderwerp. Die praten daar met alle liefde over. Ja. En hoe meer experts je spreekt... hoe groter de kans dat daar iemand tussen zit. Of je denkt, daar heb ik echt een leuke klik mee. En dan zou je misschien kunnen zeggen... Nou, ik heb nog een keer een kwestie. Mag ik daar even met je over kletsen? En dat je dan denkt... Oh, ik zou het eigenlijk wel tof vinden om je gewoon misschien wat vaker te zien of te spreken. En dan zou je dat een keer kunnen opperen. Dus... Een mentor vinden, door er gewoon tegenaan te lopen, weet je wel, dat
Dat kan, maar de kans is klein. Maar de kans wordt groter naarmate je gewoon bij meer onderwerpen denkt. Ja. En maar deed je dat vanuit Blendl, dat je expert sprak? Of stuurde je gewoon een random iemand een e-mail waar je meer over wilde weten? Ja, dus er zijn... Er zijn een paar voorbeelden van. Toen ik nog mijn eigen bedrijf had, voor de Blender werk had ik mijn eigen onderneming. Toen zaten we in Zwolle met een goede vriend van mij. En padpunt heb ik toen, eigenlijk, want Zwolle is natuurlijk niet zo heel erg groot, heb ik een lijstje gemaakt met dit zijn de andere internetbedrijfjes in Zwolle. Die heb ik een e-mail gestuurd, laat een kop koffie drinken. Ja. Ik wil gewoon kennis maken. Daar is een van mijn beste vrienden, komt uit die conversatie. Die ik nog steeds spreek. Waarvan het gewoon was, hey, laat een kop koffie drinken. En dat is daarin gegroeid. En een ander ding is, dat is niet bij Blendl. Bij Blendl heb ik dat ook heel vaak gedaan. Als het gaat over, we groeien van 10 naar 40 naar 50 naar 60 man. Hoe doe ik dit? Als persoon, als team. Dat zijn gewoon allerlei vragen die je dan bij andere bedrijven kan droppen. Van, een van de dingen die we deden was bijvoorbeeld een hackathon organiseren. Heel simpel ding, maar een hackathon organiseren. Hoe doe je dat? Waar vergeet ik nog iets? Of moet ik het... Hoe kunnen we dat insteken zodat iedereen daar aan bij kan dragen? Ja. Dat is gewoon een vraag waarin ik... Nou, dat kun je toch ook gewoon proberen en dan maar kijken. Ik kan ook even 5 minuten met iemand bellen. Ja. En iemand zegt dan, je moet X, Y en Z niet vergeten. Ja. Het is sowieso iets wat ik eigenlijk altijd doe. Dat als ik iets nieuws probeer, dat ik eerst nadenk van... voordat ik zelf met mijn onwetende brein me hierover ga breken. Misschien dat er wel iemand is die een boek, een cursus of een YouTube filmpje heeft gemaakt. Met precies een stappenplan van exact. A tot en met Z wat je moet doen. En eigenlijk altijd is er wel iemand. Ja. Ja, en ik denk dat in heel veel levert het ook gewoon inzicht op die je van tevoren niet had verwacht. Jij kent Jammer de Boer. Dat was ook een van die gasten waarvan ik dacht, ik ken hem niet. Maar laat ik hem gewoon een e-mail sturen. En ik weet, mensen zijn beperkt in hun tijd. Dus je moet dat op een goede manier vragen. En heel vaak krijg je nee. Maar soms krijg je ja. En hij heeft me op dat moment heel veel waardevolle adviezen gegeven. Over hoe vlieg je er nou aan als indie-auteur. Ja. En nu merk je van nu volg je elkaar. En dan ben je op de hoogte. En dan kun je ervaringen uitwisselen over hoe het dat op dat specifieke vlak gaat. Ja. En dat is gewoon heel erg interessant en heel waardevol. Nice. Dus dat geldt op alle vlakken. En maar dan begin je gewoon met of een mail of een evenementje organiseren waar iemand dan aanwezig is die eventueel... Het is gewoon... mailen... Maar hier zit... Ik voelde dat bij mezelf. Hier zit ook de weerstand bij het... Mm. Wat ga ik dan sturen? Ja. Nou, mijn je weet gewoon dat mensen die... tussen haakjes succesvol zijn. Het zijn ook de mensen die heel druk zijn en eigenlijk geen tijd hebben om jou gewoon te woord te staan. Dus dat heeft wel te maken met hoe je het vraagt. En als je gewoon zegt, laten we 3 uur in een café zitten koffie drinken of bier drinken, uit het niets, een beetje gekke vraag. Maar als je mij vraagt, als je mij een mail stuurt, dat mensen die dat doen, die zeggen, ik heb deze 3 vragen over self-publishing, kun je me daarbij helpen? Natuurlijk ga ik die mensen dan een mail terugsturen en zeggen, dit zijn de dingen. En als mensen zeggen, ik wil graag een half uur van je tijd op die en die plek. Dat is voor mij al wel een stapje. Dus dan, soms zeg ik nee, soms zeg ik ja. Dat hangt een beetje af van, het hangt een beetje van het moment af. En of dat dan goed uitkomt en hoe iemand dat dan aanvliegt. Maar als iemand dat soort van, ik heb echt deze concrete vraag. En zo kun je me helpen. En dit is wat ik, dit is eventueel wat ik voor jou kan doen. Of dit is hoe je me... dit is mijn richting, of laten we zo laagdrempelig mogelijk. Ja. Ja, dan hoe eerder ik geneigd ben om te zeggen, dat wil ik wel. En dan ben ik echt niet de meest drukke persoon op aarde. Dus dan moet je je voorstellen als je dat dan bij de mensen doet die echt druk zijn. Ja. Maar ik denk wel dat het gewoon heel... Het loont gewoon om die drempel over te gaan. En het loont ook om de juiste mensen te kiezen, want... Weet je, als ik nu, ik ga nu niet de minister-president mailen als ik iets wil vragen over hoe iets in de politiek zit. Nee, natuurlijk niet. Maar dan ga je kunt wel dan bedenken, niet hem, maar misschien wel iemand anders die iets meer binnen mijn bereik, iets meer binnen mijn bereik is. Toch zijn er ook wel mensen die, ik heb Tim Ferriss gelezen, wordt 4 uur gewerkt, en die zegt ook dat niemand gaat die grote CEO's een bericht sturen omdat iedereen dit denkt. Dus er valt ook wat voor te zeggen. Valt ook wat voor te zeggen om gewoon brutaal te zijn. Ja. En dat gewoon, is ook zo. Ja, met iets heel ludieks te komen. Ik heb al eens gehoord over iemand die stuurde dan een schoen op.
En dan was de bericht, zo, nu heb ik in ieder geval een voet in de door of zo. En dan, over 2 dagen komt een nieuwe, ik kom hem zelf brengen, mag ik je 3 vragen stellen of zo. Ja, dat is wel echt geinig als je CEO leuk. Bent en je krijgt hem. Ja. Dat is echt gaaf. Ja, nee, dat is goed om daar, weet je, dus dat is leuk. Je moet ook de andere partij serieus nemen. En ja, als je dat alleen maar van dit soort gekke shit gaat doen, nee, dat weet ik niet. Maar het gaat natuurlijk uiteindelijk over, respecteer je de tijd van een andere persoon. Heb je echt nagedacht over wat je wil weten? Ja. Kom dan ook voorbereid. Weet wat je wil vragen. Schrijf het dan op. Koppel dat dan ook terug alsjeblieft. Dat is gewoon dat je laat zien dat je de tijd van die persoon waardeert. En dat je ermee aan de slag gaat. Ja. En dan heb je ook de grootste kans op dat je eventueel nog een keer een vraag mag stellen. Als iemand zich gewaardeerd voelt voor die tijd. Echt mega belangrijk en een heel ondergewaardeerd ding, denk ik. En heel veel mensen, we zijn er bijna trots op als we het zelf uitvinden. Terwijl het ook heel vreemd is. Want beter leren van wat de mensen voor ons al hebben uitgevonden. Nee, ik denk dat het niet handig is om daar trots vandaan te halen. Ik ga je bijna de laatste vraag stellen. Waar kunnen mensen jou online vinden en waar kunnen mensen je boek vinden? Oké, nou, dat is een hele goede vraag natuurlijk. Het boek kun je vinden op gripboek.nl. Maar ook bij alle boekhandels in de buurt. En natuurlijk bij alle boekhandels online, maar support je local bookshop, zou ik zeggen. Of via mijn website. Trouwens, via mijn website. Maar ook als je boek ergens anders hebt gekocht, dan zijn er een aantal extra's die je krijgt. Toegang tot een aantal podcasts die ik heb gemaakt. Een extra hoofdstuk. Grip voor managers. Dus er zijn een aantal meer dingen. Als je het boek niet via mijn website hebt gekocht, mail me dan even. Mail, daar staat ook op de website. Oké, okay. Ik zal hem ook in de show notes zetten. Dan regel ik die extra's nog even voor je. Ik ben het meest, ik zit een beetje in mijn maag met social, want ik heb echt een haat-liefde ding. Ik ben eigenlijk het meest op Twitter, maar het is ook mijn grootste time sink. Dus ik vind Twitter een heel fijn medium om niet echt in long form, maar wel wat gedachten te delen. Dus daar kun je me vinden. Gewoon Rick Pastoor. Maar soms denk ik ook wel van, ja, moet ik niet eigenlijk gewoon overal mee kappen? Zo concreet is het allemaal nog niet. Maar ik weet niet hoe jij dat hebt, maar het voelt soms zo niet substantieel. En ook zo'n, weet je wel, je blijft maar scrollen. En het is een ding, aan de ene kant vind ik het leuk, maar aan de andere kant vind ik het niet leuk. Ik heb een beetje een haat-liefde verhouding mee. Ja, ik ook 100%. Maar. Ja, en dat soort dingen heb ik ook met Instagram. Ik zit niet... Ja, kijk, Instagram heb ik dat nog meer eigenlijk. Dus ik heb nu zelfs... Ja, ik heb dus nu maar de gewoonte ontwikkeld dat ik... Als ik terugkom van mijn werk... Want ik werk in Utrecht, dus dan reis ik terug met de trein. Dan installeer ik Twitter en Instagram even op mijn telefoon. En dan kijk ik even en dan aan het eind van de avond... Dan flikker ik ze er weer af en zo. Dat is mijn zaak. Ja, wel de beste. De enige manier voor mij om mezelf ervan weerhouden om dat de hele dag te doen. Dat is een heel lang antwoord op jouw vraag. Nee, maar Rick Pastoor op Twitter en Instagram en je boek op gripboek.nl. NL. Ja. En daar is ook mijn wekelijkse nieuwsbrief. Die kun je vinden via Werkslim. .nl. Ja. Maar ook als je inschrijft of als je het boek koopt, dan kom je er vanzelf. Maar ik schrijf wekelijks een nieuwsbrief over. Met eigenlijk wat gedachten en ideeën over hoe kun je werkweek op een lekkere manier beginnen. Elke maandagochtend. Waarin ik voortborduur op wat er in het boek staat. Cool. Nou, ik zal je in de outro, als ik jezelf inspreek, nog een aantal veren in de reek steken. Dan kan ik je nu de laatste vraag stellen. Wat is jouw definitie van een goed leven? Goede vraag. Voor mij is de definitie van een goed leven wel echt dat je de wereld een beetje beter achterlaat dan dat je hem, dan hoe je hem aantrof. En ik denk dat dat dus gaat over, zonder het al te groot te maken, maar je verantwoordelijkheid nemen voor niet alleen je eigen leven, maar ook voor de mensen om je heen. Dat komt een beetje vanuit mijn christelijke achtergrond, maar ik vind het belangrijk dat je het doet met de talenten die je hebt. Dus... ik vind het echt zonde als mensen niet er niet uithalen wat erin zit. Als je het hebt over waar kun je boos van worden, dan is dat het voor mij. Dat als mensen zeggen, ja joh, ik heb eigenlijk zoveel zin om eens een keer met X bezig te zijn. Ik zou heel graag dat ik denk, ja maar oké, okay, nou
let's go. Doe het dan. Ga dan. Ja. En ik denk dat dat voor mij de definitie van een goed leven is. Dat je erachter komt waar je zo blij van wordt. Op het moment dat je dat begint te merken, dan gaat er gewoon iets gebeuren. Dan denk je van ja, dit had ik eigenlijk al veel eerder willen weten. Er zijn mensen die zeggen, ik hou enorm van surfen, maar heb ik pas later ontdekt. Maar ik geniet er enorm van. En nu ga ik met, I don't know, ik ken mensen die zeggen, ik geef nu surfles aan gehandicapte kinderen. Ik bedoel, het is een link die je dan ziet. Dat je denkt, oké, dit is niks voor mij. Maar het vervult hun. Ja. Waarbij je dus je talent en je passie voor sport combineert met, oké, hoe kan ik dat doorgeven aan andere mensen? Ja. Ja, dat vind ik waanzinnig. En ik denk dat dat, voor mij is dat de definitie van goed leven. Thanks man. Heel graag gedaan. Leuk.